nog snel naar de winkel vanochtend. Mijn maten komen af. Het is morgen wedstrijd. Die gaan honger hebben als een paard na de training. Dus snel pasta gaan halen. Welke atleet is dat niet graag de dag voor de wedstrijd? Hè? En ja, kilo's tomatensaus, wat groenten, wat wortelen, courgette, paprika, palmolie natuurlijk. En pesto, dat is het. Hè. We kunnen beginnen. Hè. Dus de wortels schillen. Dat is voor mij konijn die schil. Ik vind het eigenlijk niet zo erg om de wortel te eten zonder schil, maar hij eet dat graag. Courgette is een pak gemakkelijker dan een wortel. En laten zien waarom. Dat gaat gewoon in de nicer dicer. Zie, er staat. Los het maar op. Oh, zie je? Oh. Nog een beetje naar jou, een beetje look. En dan kunnen we beginnen. Voilà. We beginnen met palmolie. Ik heb gehoord dat ze in een aantal landen eraan denken om daar een tax op in te voeren. De chance dat ze dat in België niet doen, want ja. Ik zou direct daarom zijn. Paprika. Zetten. Pesto erbij. Curcuma. Verder. Ja, dank je. Goed. En mannen, terug later, mannen. We staan aan het koken en zo, het is hetzelfde verhaal. Hard trainen, hè? Want ze niet goed eten. Wat eet je straks eigenlijk? Spaghetti. Als je dat goed vindt, hè, voor je wedstrijd morgen. Ja, oké, maar dat kan ik thuis ook maken. Ja, maar voor mij zit daar een geheim ingrediënt in. Hè. Is dat? Ja, ja. Gebakken met palmolie, je gaat dat goed vinden, je gaat dat zien. Nee, dus kom eens filmen. Hier. En, morgen zie je het zitten? Hè? Dan gaan we eens trainen. Hè.